In ons vorige voorbeeld zijn we bezig geweest met het omzetten van hoogte-energie naar bewegingsenergie. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waarin arbeid een rol speelt. En daar gaan we in deze video mee aan de slag. Je ziet hier de Tower. En de Tower is een attractie die voornamelijk in België wordt neergezet. Wat ik geloof die in Nederland verboden is. Hij is 90 meter hoog. En de bedoeling is, er zit hier een ring op. En daar gaan allemaal mensen kunnen daarop zitten. En dan word je omhoog getild over een afstand van 90 meter. En op het moment dat je dat hebt gehaald, gaat hij ook weer naar beneden. Maar dan gewoon puur onder invloed van de zwaartekracht. Goed, er zit hier dus een motor in die ervoor zorgt dat die hele bak naar boven wordt getild. Doordat die naar boven wordt getild, wint die aan hoogte-energie. En als die uiteindelijk weer naar beneden stort, dan wordt die hoogte-energie weer omgezet in snelheid. Dat is dus een beetje het idee van de tower. Goed, laten we hier eens wat aan gaan rekenen. We hebben niet zo'n overdreven duidelijk doel. We proberen gewoon de hele situatie zo goed mogelijk te beschrijven. Waar beginnen we nou mee? Nou, we hebben dus een massa van 2500 kilogram die omhoog getild moet worden. Er wordt dus een constante kracht uitgeoefend over een specifieke afstand. En op het moment dat we daarmee bezig zijn, dan praten we dus over arbeid. Nou, welke kracht is dat nou die hier al moet worden uitgeoefend? Hij gaat met constante snelheid wordt hij omhoog getild. Dat betekent dus de motorkracht. De motorkracht is in dit geval gelijk aan de zwaartekracht. Dus die kracht die daar staat is gelijk aan de massa keer g. Daarnaast hebben we ook nog eens een keertje een specifieke hoogte die gehaald moet worden. Dus die kracht die wordt over een specifieke afstand uitgeoefend. Hé, warempel. Dit lijkt wel op de formule voor hoogte-energie. En inderdaad, op deze manier kunnen we dus, de hoogte-energieformule afleiden uit die arbeidsformule. Goed, waar praten we nou specifiek over? We hebben hier dus een hoeveelheid energie waar we over praten van 2500 kilo keer 9,8 maal 90. En dan pakken we de rekenmachine erbij. Dit is 2500 keer 9,8 keer 90. En dat is, even kijken hoor, ja. En dat is 2,21 maal 10 tot de macht 6 joule aan energie die erin gestopt moet worden. Oké, nou, wat kunnen we hier nou nog meer mee? Nou, het is natuurlijk een elektrische motor. Dus dat betekent dat hij een bepaald vermogen heeft. Hoeveel vermogen moet dat ding nou hebben om ervoor te zorgen dat hij hem omhoog tilt? Daarvoor gaan we ook weer een aanname doen. We gaan zeggen van, hij wordt in ongeveer 2 minuten tijd, dat is dus 120 seconden, wordt die hele stellage hier omhoog getild. Goed, wat moet dan het vermogen zijn van die motor? Het vermogen is de hoeveelheid energie die iedere seconde geleverd moet worden. Het is de snelheid waarmee energie wordt omgezet. In dit geval is dat dus 2,21 maal 10,6 gedeeld door 120. En dan praten we over, rekenmachine er weer bij. Dan praten we over een vermogen van 18.375 joule per seconde. Of wel wat. Oké, nou dat is flink wat. 20 kilowatt. Dat is echt een hele stevige motor. Als we nou gaan uitrekenen wat voor een hoeveelheid stroom er doorheen moet gaan, dan kunnen we dat als volgt doen. We gaan er eventjes vanuit dat ding is aangesloten op een spanning van 230 volt. Dat betekent dat we nu een stroom kunnen gaan uitrekenen. P gedeeld door U is dus 18.375 gedeeld door 230. En dan gaan we delen door 230. Dat is natuurlijk anders gedeeld door 230.
En dan praten we over een vermogen van 79, of over een stroom van 79,9 ampère. 80 ampère ongeveer. Dat vervoer je niet zomaar. Hier zijn aparte maatregelen voor nodig. Oké, tot zover de tower. We hebben zojuist uitgerekend dat we een vermogen nodig hebben van 20 kilowatt. En dit soort aggregaten, dit zijn aggregaten die leveren 20 kVA. 20 kVA. Dat staat althans op de website van Bols. Wat hebben we hier nou eigenlijk uitgerekend? Die 20, dat is dus het hoeveelheid kilovolt maal de hoeveelheid ampère. Dus de hoeveelheid spanning keer de hoeveelheid stroom. En inderdaad, 20 kVA is 20 kilowatt. Oké. Het is vaak inzichtelijk om hetzelfde probleem even op verschillende manieren uit te werken. Natuurlijk zijn er heel veel wegen die naar Rome leiden om dit volgende probleem aan te gaan. Een van die wegen die misschien het meest voor de hand ligt, is om gebruik te maken van ons resultaat uit de eerste opgave. Dat ga ik nu dus met nadruk eventjes niet doen, want hoe meer verschillende manieren van oplossingen je hebt, hoe beter je inzicht over het algemeen is. Want wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dat ding gaat natuurlijk omhoog, maar hij gaat ook weer naar beneden. En dat eerste stuk valt hij gewoon vrij, maar dat tweede stuk moet hij natuurlijk worden afgeremd. Zelfs in België kunnen mensen dat waarderen. Dat afremmen, dat gaat hier over een afstand van 10 meter en de valafstand is een afstand van 80 meter. Hierover kan ik een vergelijking opschrijven. Die hoeveelheid kinetische energie die die bak heeft vlak voordat hij gaat remmen, is gelijk aan de hoogte-energie over een afstand die over een afstand van 80 meter wordt opgebouwd. Of wordt omgezet in dit geval. Dus die kinetische energie is gelijk aan de massa 2500 keer 9,8 keer 80. En dan praten we hier over 2500. Ik heb mijn oude rekenmachine weer terug, dus echt best lekker. Dan praten we hier dus over een energie van 101,96 maal 10 tot de macht 6 joule. Oké, dat is stap 1. Stap 2 is dat we die kinetische energie die hier staat, die moet er allemaal weer uitgehaald worden. En dat doen we door een kracht uit te oefenen over een afstand van 10 meter. Is dat nou het enige wat hij moet doen? Nou, eigenlijk niet helemaal. Want de totale hoeveelheid energie is natuurlijk de kinetische energie moet hij hieruit halen. Maar we hebben hier dit stuk natuurlijk ook nog te maken met zwaartekracht. Die geldt niet alleen in die bovenste 80 meter, die geldt ook in die laatste 10 meter. Dus, dat kunnen we natuurlijk arbeid noemen, maar we kunnen het ook gewoon simpelweg hoogte-energie noemen. Dus de totale hoeveelheid energie die hier moet worden ingeleverd, is de hoogte-energie uit die laatste 10 meter. En de kinetische energie van de beweging van dat ding naar beneden. De totale hoeveelheid energie, yes. Die totale hoeveelheid energie is vanzelfsprekend die 2,21 maal 10 tot de macht 6 joule. Waar praten we hier nou over? We hebben hier dus kinetische energie 1,96 maal 10 tot de macht 6 joule. En dan hebben we ook nog eens een keertje 10 maal 9,8. Dan zet ik deze verkeerd om. 2500 keer 9,8 keer 10. En dan hebben we 2500 keer 9,8. En dan keer 10. En dan, 2500 keer 9,8 keer 10, plus 1,96 maal 10 tot de macht 6. Ja, en dan komen we, en dat is geen verrassing, komen we natuurlijk uit op 2,21 maal 10 tot de macht 6 joule. Dat is dus de hoeveelheid arbeid die geleverd moet worden in dat laatste stuk. Er is dus een kracht die over een afstand van 10 meter moet worden afgelegd.
En die kracht die gaat er dus voor zorgen dat er 2,21 maal 10 tot de macht 6 joule totaal aan energie wordt omgezet. Dat betekent dus de kracht, de gemiddelde kracht die in het laatste stuk moet worden geleverd, 2,21 maal 10 tot de macht 6 gedeeld door 10 is 2,21 maal 10 tot de macht 5 newton. Is dat nou logisch? Nou, 2500 kilogram, een beetje vergelijkbaar met een hele flinke dikke SUV, die zet je niet zomaar stil. En als je dat over een afstand van 10 meter wil doen, probeer maar eens een SUV, zo'n hele grote auto, binnen 10 meter stil te zetten. Daar komt echt heel flink wat kracht bij kijken. Dus, het resultaat hier is behoorlijk aannemelijk. Oké, nou, dit was hem. Succes!